Het probleem met de uitbetaling van de vuilophaalbedrijven is opgelost, vertelde minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. De bewindsman geeft aan dat klachten ten aanzien van vuilophaal, waarmee de burgerij nu nog zit, doorgegeven kunnen worden aan het ministerie. Die vuilophaal is al hersteld, dus alle vuilophalers moeten vuil ophalen. Ik doe een beroep op de burgers waar er straten zijn. Ik heb inderdaad wat klachten gehad waar de straten slecht zijn. Rijdt men niet naar binnen, maar dat is geen pardon. Daarvoor worden ze betaald om met kleine pick-ups te gaan. Dus als er toch klachten zijn, of het nou regent of niet regent, en de vuilniswagens komen niet naar binnen, moeten ze dat doorgeven aan OV, zodat we de aannemers kunnen aanspreken daarover. Het ministerie maakte zelf bekend dat door achterstallige betalingen vanaf 23 april het ophalen van vuil niet gegarandeerd was. Aan de samenleving werd gevraagd om het vuil niet op de hoeken en bermen te plaatsen, maar in vele gebieden werd er toch vuil langs de weg geplaatst.